Hallo allemaal, welkom bij deze webinar van Drillster. Ik ben Simone Puppel en ik ben bij Drillster onderwijskundige supportmedewerkster. Ik heb nu de camera eventjes aanstaan, zodat jullie allemaal kunnen zien wie er de hele tijd tegen jullie aan het praten is. De camera zal ik zo meteen even uitzetten, zodat ik jullie goed kan laten zien wat allemaal kan met Drillster en dat jullie dat goed in beeld hebben. Nou, deze webinar hebben wij samen georganiseerd met Van Dijk Educatie. En Drillster heeft een partnership met Van Dijk Educatie, waarbij Drillster ook beschikbaar is in het platform Flexibel Leren van Van Dijk Educatie. En ik zal aan het eind van de webinar nog even een linkje geven waarmee jullie ook kunnen zien waar dat precies staat. Ik ga dan nu de camera even uitdoen en dan gaan we beginnen. Ik ga jullie eerst even vertellen wat er allemaal aan orde zal komen in het webinar. Ik begin even kort met wat is Drillster. En ik ga het even kort uitleggen. En het is vooral voor degenen die pas net met Drillster werken. Maar er zullen ook mensen hier zijn die zullen luisteren die Drillster al langer kennen. Dus ik zal het even kort houden. Vervolgens gaan we kijken naar de Drillstore. Welke drills kun je nu allemaal al vinden en wat is er allemaal al? Vervolgens gaan we zelf taaldrills maken. Dus ik ga je een paar dingen laten zien op het gebied van de verschillende onderwerpen die je hier in beeld ziet. En aan het einde is er ruimte voor vragen. Ik ga jullie laten zien waar jullie veelgestelde vragen kunnen vinden. En ga ik jullie ook even laten zien hoe jullie contact met ons kunnen opnemen mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze webinar. Ik verwacht dat de webinar ongeveer 40 minuten gaat duren. Dus dan kun je daar rekening mee houden. Nou, wat is Drillster? In het kort, Drillster is vraaggestuurd leren. Voor veel van jullie zal het niet om vragen gaan, maar eerder om opgaven of om opdrachten voor de leerlingen. En deze opdrachten of vragen die zijn beschikbaar via het web of via de app. En die app is zowel voor tablet als voor je telefoon, voor je smartphone. Directe feedback. Drillster geeft gerichte positieve feedback. En het positieve houdt in dat er alleen wordt uitgelegd waarom er iets goed is. En zo onthouden mensen echt alleen wat er goed is en niet wat er fout is. En dat versterkt het leereffect. Slimme herhaling. Met een speciaal algoritme wordt het Drillster gemeten welke delen van de lesstof correct beheerst worden en welke niet. En incorrect beantwoorde vragen worden dan vervolgens vaker herhaald dan de correct beantwoorde vragen. Op die manier is Drillster echt gepersonaliseerd. En betere retentie. Drillster berekent ook wanneer kennis afneemt of wanneer deze niet meer onthouden zal worden. En als gebruiker ontvang je dan een notificatie net voordat je het dreigt te vergeten. Kortom, kun je met deze manier met Drillster meer leren in minder tijd. En wat je leert zul je ook beter onthouden. Ja, Drillster, dus ik ga jullie even laten zien wat er allemaal beschikbaar al is in een Drillster. Daarvoor gaan we even naar de webomgeving toe. En zoals jullie hier kunnen zien, ben je op het hoofdscherm van Drillster, op je homescherm als je bent ingelogd. En hier links in het menu zie je dan Drillster staan. Als je daarop klikt, zie je verschillende highlights, je ziet de populaire drills. Onderaan zie je recent toegevoegde drills. Hierbovenin kun je dan zoeken in Drillster, dus dan kun je zoeken op wat er al is. Stel je bent bezig met Frans, dan kun je zoeken op Frans en dan kun je kijken wat er allemaal al is. Je kan ook wat specifieker zoeken, door bijvoorbeeld te zoeken op een methode. Dan kun je echt specifiek van die methode zien wat er al allemaal is. En nou, zo zijn je aan de titel ziet, staat er ook wel bij echt voor welke klasse het is. Zo kun je dus echt kijken wat er al allemaal bestaat. En als je dan een drill hebt waarvan je denkt, hé, dat is best wel leuk, dan kun je kijken van, goh, ik ga hem eerst proberen, of je kan hem toevoegen aan je eigen repertoire. Als je hem gaat proberen, dan zie je in beeld komen te staan wat de vragen zoal zijn, en dan kun je ook zelf de drill maken. En als je hem toevoegt aan je repertoire, dan komt hij op een andere plek te staan. En het kan zijn dat je hem dan ook nog zelf kan bewerken, maar dat ligt aan de instellingen van de maker van de drill. Maar daar ga ik even op deze webinar verder niet op in. Maar als je dan nog vragen over hebt, kun je natuurlijk altijd bij ons terecht. Dan gaan we zelf de drills maken. Je kan hier klikken op een nieuwe drill maken.
dan zie je dat er een aantal invulvelden zijn die je moet invullen. Nou, bij drillnaam doen wij even als voorbeeld, gewoon een voorbeeld taaldrill. Hier nou, staat al een voorbeeld bij, zie ik bijvoorbeeld zeggen welk hoofdstuk en welke methode. Het onderwerp doe ik hier taal. Hier komt ook al vanzelf in beeld te staan wat voor onderwerpen er allemaal op lijken. Nou, een voorbeeld wordt gegeven als Frans. En bij de omschrijving kun je iets invullen waardoor je de leerlingen kan uitdagen. Zie het als een soort call to action. En je kan bijvoorbeeld zeggen, hoe is het met jouw kennis gesteld? Oefen het hier. Zo kunnen de leerlingen ook meteen zien wat ze kunnen leren. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen, de kennis over de bepaalde methode. En bij tags kun je trefwoorden invullen die het makkelijker maken om je drill ook weer terug te vinden. Dus denk aan een methode invullen of een ander geheugensteuntje. Bijvoorbeeld taal en de methode, noem maar op. Zo kun je hem ook zelf weer terugvinden in je repertoire en je kunt anderen hem ook goed vinden in de drillstore. Nou, als we dan klikken op maak aan. Dan gaan we vervolgens naar het overzicht. En in het overzicht zie je alle vragen of opdrachten staan die je gaat maken. En hier kun je natuurlijk alles weer wijzigen. We gaan beginnen met vocabulaire. Dus ik zal deze vraag, de kolom, veranderen van vraag in Nederlands. En deze ga ik veranderen van antwoord in bijvoorbeeld Frans. Nou, bij Nederlands kun je dan een opgave invullen, zoals de vader. En bij Frans vul je dan het goede antwoord in. Dan klik je op bewaar deze regel. En dan zie je dat de eerste in beeld komt te staan. Zo vervolgens, als je weer nieuws invult, komt het dus allemaal onder elkaar te staan. Verder zie je bovenin ook nog geavanceerde opties. Nou, je ziet hier staan. Ik zal even met jullie doorlopen. Je ziet hier staan alleen productief oefenen. Nou, productief oefenen betekent dat je in dit geval het Nederlandse krijgt en het Franse moet zoeken. Dus echt het reproduceren. En bij receptief, als je hier klikt, kun je ook receptief doen, krijg je het andersom. Dus dan krijg je het Franse en dan moet je het Nederlandse weten. Dus dan ben je meer aan het herkennen. En wanneer je doet geen oefenbeperkingen, dan moeten ze het in beide richtingen kennen. En dat betekent ook dat ze elke vraag eigenlijk dubbel krijgen. Want krijgen ze zowel van Nederlands naar Frans als van Frans naar Nederlands. Ik laat ze nu even op productief staan. Nou, bij meer keuzevragen kun je zelf afleiders gaan toevoegen. Dus je kunt hier onder Frans zie je ook de geavanceerde opties nog staan. En heb je hier staan iedere vraagstel. Wat ik zelf meestal doe is dat ik kijk van tevoren, van, ga ik een drill invullen waar voornamelijk multiple choice vragen in zitten of voornamelijk open vragen. Dus als het voornamelijk meer keuzevragen zijn, vink ik hier alleen multiple choice aan. Maak die standaard van elke vraag een multiple choice vraag, maar kan het altijd bij elke regel veranderen door hier op het bolletje te klikken. Zie je bovenin dat ik het kan veranderen van multiple choice naar open vraag. Nou, wat ik kan doen is hier zelf meerdere afleiders toevoegen, dus de foute antwoorden. Dan klik je onder op dit is een incorrect antwoord. En die voeg ik dan toe, dus een goed en een fout antwoord. Hier bovenin bij geavanceerde opties zie je staan 4 antwoorden per multiple choice vraag. Dat betekent dat wanneer ik hier niet meer dan 2 antwoorden of afleiders invul, Drillster zelf afleiders van andere regels gaat pakken die ik hierna nog ga maken. Soms kan het ook erg lastig zijn, of te makkelijk, want stel dat ik hierna ook nog zinnetjes ga invullen, en bij het vertalen van de vader kunnen ze ook kiezen uit een zinnetje, is het natuurlijk makkelijk af te leiden dat een zinnetje niet de vertaling zal zijn van één woord. Wat je kan doen is hier kiezen hoeveel antwoorden ze mogen zien per multiple choice vraag, dus uit hoeveel ze mogen kiezen. En wat je ook kan doen is onderste zoveel mogelijk antwoorden per multiple choice vraag. Dat betekent niet dat je een eindige of een oneindige keuze hebt. Maar dat betekent dat alleen wat jij hebt ingevuld als afleiders, dat wordt ook daadwerkelijk de antwoordmogelijkheid. Dus dat doe ik meestal zelf. Dan kan ik zelf bepalen welke afleiders ik invul. Stel dat je echt alleen maar woordjes doet in je drill, dan kun je altijd nog zeggen dat de drillster zelf dat kan bepalen.
En als laatste de introducties hier. En dat is voor vocabulaire is dat erg relevant. En dat betekent, nou, zoals er al bij komt te staan, dat er van tevoren het correcte antwoord wordt getoond voordat ze de opdracht gaan maken. Dus er komt eerst in beeld te staan wat het antwoord van de vader is. En dan pas gaan ze het zelf maken. Dus jij kan zeggen of de gebruiker het zelf mag kiezen, of het wordt weergegeven, of het wordt onderdrukt. Als je het wordt weergegeven, kan ik even laten zien. Ik kan hierboven in deze drill oefenen. Nou, dan komt er eerst te staan wat goed is. En daarna moet ik zelf pas het antwoord invullen. Bij vocabulaire is het erg relevant om de introductie te gebruiken. Zodat je het echt eerst even kan zien voordat je wordt overhoord. Maar je kan je voorstellen bij sommige dingen dat het helemaal niet fijn is omdat ze het eerst mogen zien. Normaal gesproken herhaalt Drillster elke vraag twee keer. Ze moeten het twee keer goed hebben voordat je verder gaat met de andere vraag. Of voordat je het hebt beheerst eigenlijk. En als je meer afwisseling wilt, dus niet alleen twee keer deze precies dezelfde vraag. Dan kun je nog een vraag toevoegen of een opgave toevoegen. En die kun je dan gelijkwaardig aan elkaar maken. Dus wat ik hier kan doen, is ook een keer een open vraag nog toevoegen. Oh, ik zeg nu dat die exact hetzelfde is, omdat hij er automatisch een multiple choice vraag van maakt. Ik zet er nu even hier een punt bij, zodat u het verschil ziet. En als ik dan hier, zoals ik zei, de vraag stel verander bij het bolletje, ik maak er een open vraag van. Ik moet daarna gewoon eventjes dit weghalen. Nou, dus nu heb ik één meer keuzevraag en één open vraag. Als ik deze allebei aanvink, hier met de vinkjes hier, kom boven in deze regel tevoorschijn. En dan kan ik ze aanmerken als gelijkwaardig. Er komt een zwart kader omheen te staan. En dat betekent dat ik de eerste keer de bovenste regel krijg. En de tweede keer krijg ik dan de volgende vraag. Dus ik krijg niet twee keer dezelfde vraag. Dus op die manier kun je meer afwisseling maken. Nou, wat je dan als laatste nog hebt bij vocabulaire, is dat je soms woorden hebt met twee betekenissen. Zoals Il Bambino in het Italiaans. Nou, dat Nederlands en Frans bovenin klopt nu even niet meer, maar ik ga even het idee laten zien. De vertaling hiervan is het kind, maar ook de jongen. Wanneer je het op deze manier invult, of invoert, kan het zijn dat iemand alleen deze combinatie gaat onthouden. Zo kan het zijn dat de leerling alleen bij het kind en de jongen weet dat het Il Bambino is en andersom ook. Dus wat je kan doen, is ze los van elkaar invullen. Zodat je als één opgave alleen het kind laat staan, als één antwoord. En als ander antwoord, de jongen. Het zijn dan beide goede antwoorden. Ik kan daar een open vraag van maken. Dan kun je bij de open vraag zeggen dat er een enkel antwoord is gevraagd. Dat betekent dat wanneer ik alleen het kind of alleen de jongen invul, is het allebei goed. Ik kan ook een antwoordverzameling vragen, dan moet je ze allebei invullen. En dan kan ik ook die antwoordverzameling ook bij multiple choice doen. Dus ik kan een antwoordverzameling doen en ik vul ook nog een fout in. Deze even verwijderen, de eerste, dan kan ik het even laten zien. Als ik nu deze oefen, dan zie je eerst wat het goede antwoord is. En vervolgens moet ik het zelf aanvinken. Bij één is het dan niet voldoende, dus dan kan ik ze alle twee aanvinken en dan heb ik een goed antwoord. Op die manier kun je dus ook woorden met meerdere betekenissen op een goede manier laten toetsen of laten oefenen. Ik ga deze even weer verwijderen. Dus als ik hem aanvink, kan ik hem hierbovenin verwijderen. En dan ga ik met jullie verder naar schrijfvaardigheid. Je kan dat bijvoorbeeld gebruiken, schrijfvaardigheid, voor het intrainen van betekenis van moeilijke woorden. Dus ik ga hierboven ga ik Nederlands veranderen in het woord. En Frans verander ik in de betekenis of de uitleg, wat je ook wil zeggen. Als woordcorrectie. Het goede antwoord is dan een verbetering van een fout. Deze regel kan ik bewaren. Hier kan ik ook
nog een afleider aan toevoegen. Bijvoorbeeld een goed antwoord. Deze vink ik dan, vergeet ook niet om het aan te vinken als incorrect antwoord. Er komt ook een streep doorheen te staan, dus dat valt ook op. Nou, op deze manier kunnen ze oefenen met betekenis van woorden. Wat je hierbij kan doen, is een extra kolom toevoegen. Dat doe je door hier op deze oranje knop te klikken. En deze kolom gaan we een voorbeeldzin noemen. In de voorbeeldzin kolom kan ik dan een zin geven die de leerling kan zien bij het maken van de opgave, zodat het kan helpen bij het raden of bij het bedenken van het goede antwoord. Deze voorbeeldzin moet ik dan aanmerken als contextkolom, want dat houdt in dat hij altijd zichtbaar is samen met de vraag. Dat doe ik door hier op het blauwe pijltje te klikken en dan aanwijzen als contextkolom. Je ziet dat dat hierbij komt te staan. En hier kan ik dan invullen als voorbeeldzin: je moet nog een paar correcties aanbrengen in je werk en dan is het goed. Deze kan ik toevoegen. Dus nu krijgt, als je deze vraag nu maakt. Okay, nu krijg je hem nog eerst te zien. Dus je kunt zelf bepalen of je deze introducties dan aan of uit laat staan. En nu krijg ik deze voorbeeldzin. Zin hier rechts in beeld krijg ik erbij te staan. Dus nu kan ik aan de hand van een voorbeeldzin, kan ik misschien helpen bij het juiste antwoord. Deze ga ik ook even verwijderen. En dan gaan we verder naar grammatica. Bij grammatica verander ik het hierboven in opgave en in antwoord. Nou, bij grammatica kun je denken aan het vervoegen van werkwoorden of het intrainen van voorzetsels. Dus je kan bijvoorbeeld in dit geval zeggen: he arrived. En dat ze dan het voorzetsel moeten kiezen. Midnight. Wat je kan doen hier is werken met puntjes of met liggende streep. Wat je ook kan doen is als je hier op het A'tje je cursor houdt, geeft hij verschillende layoutmogelijkheden aan. Bij de onderste zie je staan placeholder met een streep ertussen. Dus dat betekent dat hij automatisch een invulstreep neerzet. Dus op deze manier zie je hoe je het neer kan zetten. Dus dan doe je placeholder. En dan nog een keer met de slash ervoor. Dan vul je hier het antwoord in. En dan bewaar je de regel. Kijk, dan komt hier een mooie streep te staan. Hier kun je dan ook weer een afleider toevoegen. En de voorbeeldzin is in dit geval niet van belang. Maar wat we wel hier kunnen doen, is een regel van maken. En op die manier kunnen we tegelijkertijd met de opgave de regel in beeld laten zien. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, je gebruikt at bij tijdsaanduidingen. Op die manier kan de leerling zien wat de regel is, wat hoort hierbij. Wat hier belangrijk ook bij is, vind ik zelf, om bij geavanceerde opties hier de introducties te onderdrukken. Zodat ze niet van tevoren al kunnen zien wat het is, want dan kunnen ze namelijk de zinnen gaan onthouden. Dus wat ze dan kunnen doen is bijvoorbeeld gaan onthouden dat ook bij midnight of iets met arrive, ja, daar moest volgens mij at. En dan gaan ze niet de regel onthouden, maar puur en alleen het zinnetje of woorden in de zin. Nou, hier kun je natuurlijk ook een open vraag voor maken. Die kun je dan ook weer aan elkaar koppelen als gelijkwaardig. Wat je dan kan doen is als je nog een keer invult. Doen we nu even met puntjes. En dan doen we add. Je kan hem de tweede keer zonder regel invullen. En als ik dan hier een open vraag van maak, heb ik twee verschillende vragen. Die kan ik dan weer zoals net ook aan elkaar koppelen. Dus dan vink ik ze aan, doe ik hier bovenin aanmerken als gelijkwaardig. En dan doe ik bij de ene wel de regel, bij de andere niet. Dus dan krijgen ze de vraag twee keer. Eén keer de een en één keer de ander. En dan zien ze de ene keer wel de regel en de andere keer niet. Dus daarmee kunnen ze ook oefenen met het zelf onthouden en eigen maken van de regel.
Wat hierbij bij deze grammatica ook heel erg belangrijk is, is de feedback. En dat kunnen we geven door nog een kolom toe te voegen. Deze noemen we dan feedback. Komt hier een nieuwe kolom bij te staan. En deze wijzen we dan aan als feedbackkolom. Dat betekent dat de feedback zichtbaar wordt na het geven van het antwoord. Dus het is belangrijk om hier dan de feedback in te vullen. Zowel bij een goed antwoord als bij een fout antwoord. En zoals ik al had aangegeven, geven we alleen positieve feedback. Dus je kan hier aangeven juist, want de regel is... En ik kan aangeven, dan zie je hier het vinkje komen te staan. Dus dan klik je nog een keer op een plusje en dan komt een nieuwe feedback. Helaas, probeer het nog een keer. De regel is... Ook die positieve feedback bij een juist antwoord is heel belangrijk. Want je weet maar nooit of ze de regel echt wisten of dat ze het hebben gegokt. Bij meerkeuze kun je natuurlijk ook gokken, bij open trouwens ook. Dus het is ook belangrijk om daar nog een keer aan te geven wat ook weer waarom het goed is. Dus kun je bij het goede antwoorden en bij foute antwoorden komt die feedback er dan bij te staan. Dat zal ik ook even laten zien. Dus hier kan ik iets invullen. Als ik dan doe on, het is fout. Oh, de feedback komt er nu nog niet bij te staan. Het is gek. Oh, ik had die tweede vraag. Ik heb in deze tweede regel natuurlijk nog niet de feedback ingevuld. Even goed doen. Kijk, dus nu krijg ik hem, heb ik hem goed bereikt en dan heb ik 100% hem bereikt. Nou, op die manier kun je dus ook die feedback gaan gebruiken. En dan moet je natuurlijk dan ook bij deze regel weer opnieuw invullen. Dat heb ik nu in dit voorbeeld even niet gedaan. Nou, wat je kan doen is hier in plaats van deze twee zinnen kun je... Deze twee heb ik nu aan elkaar gekoppeld. Ik kan er ook nog meer aan elkaar gaan koppelen. Dus niet alleen deze twee. Maar kan ook met add en on natuurlijk nog vele andere zinnen maken. Dat kan ook belangrijk zijn. Zoals wat ik net al zei. Dat ze niet gaan onthouden dat het bij midnight iets was. Of als ik het heb over een bus of wat dan ook. Maar dat ze echt met verschillende zinnen ook alles onthouden. Want als ik het nou fout heb, dan krijg ik namelijk wel nog een keer een van deze twee vragen opnieuw. Dus stel, ik maak nog een vraag die ik hier aan kan koppelen. Nog een opgave. Zoals, I'm leaving ten o'clock. Dan kan ik deze ook nog een keer aan koppelen. Dan heb ik drie gelijkwaardige. En dan kies Drilse uit welke je krijgt. En als je dan eentje fout hebt, krijg je de ander. Dan heb je nog meer afwisseling. Zo leren ze natuurlijk niet exact het zinnetje uit het hoofd wat er staat. Maar leren ze ook verschillende mogelijkheden. Ik ga deze ook weer verwijderen. En dan gaan we door naar begrijpend lezen. Bij begrijpend lezen maak je vaak gebruik van erg lange teksten. Deze kun je natuurlijk hier in één keer gaan toevoegen, maar dat wordt echt ontzettend lang en heel erg overzichtelijk. Dus wat je dan kan doen, is hem als PDF gaan toevoegen in plaats van als tekst in het vak. En als opgave kun je dan gaan zeggen, lees eerst de tekst, beantwoord vervolgens de volgende vraag. Hier met bestand. Als je op een plus klikt, kun je bestand en dan kun je een bestand gaan toevoegen. Ik heb hier eentje klaargezet. Dat is het heksenfeest. Dat is een begrijpend lezen tekst. En hieronder kan ik dan de vraag zetten. Wat ik bij het invullen niet kan doen, is nu op enter klikken. Want dan wil ik er een regel van maken. Hier bij de layout mogelijkheden kan ik zien dat bij de ene laatste staat regeleinde als ik BR toevoeg. Dus dat betekent als ik nu BR toevoeg en ik ga daarna weer typen, gaat hij op de volgende regel verder. En als ik twee keer BR doe, dan gaat hij er ook een wit regel tussen zetten. Dus het wordt wat overzichtelijker.
Hier kan ik dan de vraag invullen. En hier het antwoord. Punt over de wedstrijd. Oh, nu krijg ik een foutmelding. Nu doet hij het wel. Hier zie je dan dat de tekst, de PDF, is toegevoegd. Hier zie je een antwoord. Je kan natuurlijk ook weer een afleider toevoegen. Die ik dan weer als incorrect neerzet. En ook hierbij is die feedback ontzettend belangrijk. Hier kun je zeggen, juist, want in zin 3 kon je lezen dat... En dat natuurlijk ook weer bij... Een fout antwoord helaas. Kijken we nog eens naar zin. Wat hierbij belangrijk is bij de feedback, en ben ik bij de eerste nu vergeten, is dat je ook hier weer opnieuw bij bestand die tekst toevoegt, zodat ze het ook weer even opnieuw kunnen terugkijken. Want die opgave die is dan niet altijd meer duidelijk in beeld. Dus dan kun je, als je hem hier opnieuw toevoegt, kunnen ze hem nog duidelijk kijken. Dus kan ik ook... bij deze nog even doen. Als ik de juiste nu verwijder. Kan ik hem hier ook nog een keer toevoegen. Hier komt nu trouwens geen streep doorheen staan door de tekst. Bij de foute feedback. Maar wat je ziet is dat er een rood vierkantje om de tekst heen komt staan. Dus dat betekent dat dit bij het foute antwoord is en dit bij het goede antwoord. Nou, ik ga even laten zien hoe dat eruit ziet. Staat hier dus, lees eerst de tekst, beantwoord vervolgens de volgende vraag. Hier is mooi die witregel ingevuld door die BR die we hebben ingevuld. En hier, als ze dan hierop klikken, kunnen ze de tekst zien. Dus dat zou je eventueel ook nog in de vraag erbij kunnen zetten, klikken op het document. Hier zie je dan vervolgens de tekst. Nu lijkt het een beetje klein, maar wat je natuurlijk ook kan doen is oefenen in volledig scherm. Dan is het wat duidelijker. Dus hier zie je wat de tekst is en dan kunnen ze vervolgens de vraag antwoorden. Hier is de feedback. Kijk nog eens naar de zin, naar zin 3. En dan kunnen ze weer opnieuw even kijken. Goh, waar stond dat dan ook alweer? Wat kan ik de volgende keer beter doen? Belangrijk is als je een volgende vraag gaat invullen, dus een nieuwe opgave gaat invullen, dat je de tekst elke keer weer opnieuw toevoegt. Dus het is niet zo dat ze de eerste vragen nog, of de eerste opgaves nog in beeld hebben. Dus je moet elke keer opnieuw de opgaves toevoegen en de tekst in de opgaves. En wat namelijk ook zo is, is dat Drillser de volgorde van de opgave zelf door elkaar haalt. Dus het is niet zo dat altijd de eerste die jij zelf invult als eerste komt. Het is wel zo als je dat uiteindelijk een toets van zou gaan maken. Dus als je dat graag wil, dan kan je het met een toets doen. Nou, deze ga ik ook even verwijderen. En dan gaan we verder naar de luistervaardigheid. Een opgave en antwoord laat ik in dit geval staan. Wat je bij luistervaardigheid kan doen is zelf mp3 bestanden uploaden. Dus wat je weer kan doen is bij bestand kun je zelf een mp3 file uploaden en dan kun je daarover vragen stellen. Wat je ook kan doen is gebruik maken van de text-to-speech converter van Drillster. En dat doe je door bij het plusje op spraak te klikken. Hier kun je een tekst invullen die dan uitgesproken moet worden door Drillster. Zo kan je bijvoorbeeld invullen de berg. En dan kan je hier aan klikken welke stem je wil laten uitspreken. Bijvoorbeeld Frans vrouwelijk. Ik kan ook een voorbeeld daarvan luisteren. Dat converteer je dan. En dan komt dan hier erbij te staan. Wat je hieronder dan kan zetten bij de opgave is... Vul de vertaling van het woord in. De vader wordt het dan. Dat kun je dan als open vraag doen, maar natuurlijk ook als meer keuzevraag. En denk ook weer aan dat je hier de feedback eventueel, mocht je dat willen, gebruiken voor de zinnetjes. Nou, je kan hem dan beluisteren, door je cursor erop te houden. Even kijken of het... het werkt. Nou, dan hoor je dus
dat het mooi wordt uitgesproken. Wat je natuurlijk ook kan doen, is hem nog een keer invullen. En dan hier zelf in het Frans het er nog bij zetten. En als het dan. Dat ze dan de vertaling pas moeten invullen. Of je kan zeggen van, ik zet het er niet bij, zoals net. En dan moeten ze het gewoon zelf overtypen. Of dan moeten ze typen wat ze horen. Oh. Dus vul in wat je hoort. Vul het woord in wat je hoort. Noem maar op. Op die manier kun je het op verschillende manieren dit doen. Deze kun je dan ook weer aanmerken als gelijkwaardig. Zodat ze dit woord op verschillende manieren leren. Dat kun je zowel met meer keuze als open vragen natuurlijk doen. En dit kan natuurlijk ook met een zinnetje. Dus je kan hier ook hele zinnen invullen en dan kunnen ze of die hele zinnen overtypen of de hele zinnen vertalen. Wat je als laatste hier ook nog goed mee kan doen is bijvoorbeeld een bestand toevoegen als video. En dan als je gewoon een videobestand toevoegt, komt dat hier ook gewoon mooi in beeld te staan. En je kan bijvoorbeeld ook een stukje van een nieuwsuitzending toevoegen. Ik heb daar een stukje van gevonden van een omroepbericht over een trein. De vraag is dan, hoe laat vertrekt de trein? Nou, dat kun je natuurlijk weer als meer keuze doen of als open vraag. Dus ik heb die gevonden en als mp3 geüpload. Kan ik hier meerdere foute antwoorden toevoegen. Meerdere afleiders. Nou, noem maar op van alles. En dan heb je hier een leuk stukje tekst, wat je echt een goede luistervaardigheid oefening kan gebruiken. Le train TGV numéro 6866 à destination de Paris partira à 15h18, quai numéro 5. Op die manier kun je dus heel goed de luistervaardigheid ook laten oefenen. Deze verwijder ik even. En als laatste wil ik met jullie naar de spelling gaan. Deze ga ik even niet hier zelf maken, maar dat ga ik jullie laten zien in een oefening die al bestaat. Nou, hier zie je een volledig ingevulde drill met zowel de contextkolom, zoals wij het ook hadden met de regel, als de toelichting oftewel de feedback. Je ziet dat elke keer de vraag is, selecteer de juiste schrijfwijze, meer keuzevragen en de regel komt dan in beeld te staan. Dus hier zie je leuk het verschil tussen meer keuzevragen en wat je hieronder ziet, wat ik zelf een hele goede koppeling vind, is hier zie je een zwart kader eromheen staan, wat zoals we net al hadden gezien betekent dat het een gelijkwaardige vraag is. Dus de vraag is zowel selecteer de juiste schrijfwijze en een keuzevraag als een open vraag. En bij de open vraag hebben ze dan natuurlijk gebruik gemaakt van de text-to-speech converter, zodat ze het horen en zelf moeten typen. Remslaap. Op die manier zou je bij elk woord kunnen doen dat je het aan elkaar koppelt en ze op twee manieren kunnen oefenen. Ook hier is de feedback weer heel belangrijk. Zowel bij een juist antwoord herhaal nog even de regel waarom het goed is als bij een fout antwoord. Nou, dat was het laatste wat ik jullie van dezelfde taalrails maken wilde laten zien. Dus ik heb jullie nu laten zien hoe je kant-en-klare oefeningen al kunt vinden in de Drill Store. En ook hoe je adaptieve taaloefeningen zelf kunt maken en dan op de verschillende gebieden. En jullie willen dit natuurlijk ook zelf doen en delen met je leerlingen en klassen. En daarvoor hebben wij een premium account. En als je al klant bent van Drill Store, dan weet je waarschijnlijk al hoe je premium account werkt. Maar mocht je nog geen account hebben, dan kun je via Van Dijk Educatie 3 maanden gratis een premium account aanvragen. Anders kun je ook natuurlijk altijd even contact met ons opnemen. Met het premium account kun je ook de resultaten en de voortgang van je leerlingen volgen. En je kunt klassen aanmaken en de drills met anderen delen of met je leerlingen delen. De link van Van Dijk Educatie staat hier ook onderaan op de slide. Dus die kun je gebruiken. Nou, dit was alles wat ik jullie wilde vertellen over Drillster en taaldrills. Ik hoop dat jullie er veel van hebben geleerd. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je ons altijd even bellen en mailen.
Dus je kunt mailen naar support@drillster.nl, je kunt hier naartoe bellen. Wat ik jullie nog even wil laten zien op de site, is dat er al heel veel veelgestelde vragen staan. Dus als je op de site in je eigen omgeving bent, of in de drillomgeving, zie je hier onderaan de veelgestelde vragen staan. Je hebt dan zowel de user manual, daarin wordt echt alles binnen gebruikshandleiding letterlijk stap voor stap uitgelegd hoe je iets moet doen. En je hebt de veelgestelde vragen. Bij de veelgestelde vragen is het zowel in het Engels als in het Nederlands en dan wordt per onderwerp is van alles verdeeld. Nou, een nieuwe drill maken heb ik bijvoorbeeld net gedaan. Als je op dat onderwerp klikt zie je dat er heel veel verschillende vragen zijn over bepaalde onderdelen hiervan. Dus kijk vooral eventjes wat hier al staat mocht je een vraag hebben. En anders gewoon niet om ons even te mailen of te bellen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht. Ik ga deze webinar nu afsluiten. Heel veel succes met jullie eigen drills. En nog een fijne dag verder.